Heerlijk, dit gevoel. Goed jongens, heel goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Koen Weiland. Hier naast mij, Abdellah Nouri, of liever Appie. Mag niet uit, Appie is goed. Donny noemt je Appos, hè? Ja, oh, Appos, Nouri, hij noemt alles. Timothy Fosemens is hier net weg. Hij heeft ze een jantje gegeven. Je zei het net al eventjes, dit is misschien wel een heel goed moment om tegen mij te spelen. Ja. Wat ga jij doen? Ik ga met Real spelen en ik zorg er gewoon voor dat alle ballen naar Ronaldo gaan. Oké, dus als ik de paasjes naar Ronaldo een beetje blokkeer, dan moet ik van je winnen. Moet lukken. Ik moet vertrouwen blijven houden. Ik ben niet voor niks een paar keer Nederlands kampioen geweest, jongens. Timothy Fosemens heeft me met beide benen op de grond gezet, dat sowieso. Maar nu nieuwe pot, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Appie Nouri, jongens, daar gaan we. Mag ik mijn instellingen doen? Ja, tuurlijk, doe. Oh, de besturing! Oh, die is vies hoor. Ja? Die is vies. Ik vind dat tactisch juist vies is. Bij tactisch, als je kruis ingedrukt houdt, al kap ik je, je houdt hem gewoon voor me. Met oude besturing hoef je juist alleen maar te jagen en dan blijft hij gewoon de hele tijd erbij ofzo. Dan gaat hij automatisch. Je hoeft niet meer te timen met tackelen, toch? Met die besturing. Nee, klopt. Maar goed, maakt niet uit. Zijn dit een beetje pestinstellingen of niet? Sla je met het rondje? Pes. Cool. Even kijken, check het voor mij ook nog voor de zekerheid. Ik heb Ronaldo aanvoerder en spelen. Heb je het gevoel dat dit iets toevoegt? Ja, zeker. Geeft een vertrouwen. Misschien verdedigde ik ook gewoon niet goed. Misschien ben ik niet scherp vandaag, maar ik ga je pakken. Ik kan niet anders. Ben je beter dan Donny? Zo, hey, je was in gesprek toch? Ja, dat hoort hij wel. Hoezo kom je gelijk? Succes man. Ik ga zo gefocust spelen nu. Kan niet anders. Weer drie man voor het goal vrij. Wat is er met me aan de hand, joh? Fuck me, right? Het is er met me aan de hand. Goeie goal, hoor. Zieke goal. Dit is de mooiste goal van de dag. Ja, dit is wel een hele lekkere goal, dat sowieso. Oh, jongens. Kom eens op. Dit is de mooiste goal. Heerlijke goal. Nee, ik hoef geen herhaling te zien. Je mag naar herhaling kijken als je wil. Donny, kom op man. Donny, support me even man. Support me even man. Goeie goal, hij is een buitenspel. Zeker niet. Nee, maar ik haal jij die concentratie. Dat was gewoon een goede aanval. Donny, afleggen, mag toch niet? Trekken. Mag. Trekken, mag dat? Koen, pak je mentaal. Ik heb het al gezegd. Het gaat allemaal niet gewoon lekker. Niet zoals ik wil. Je bent nog niet gewonnen. Wat is dit allemaal, man? Ik denk toch gewoon kalm aan. Ik weet niet, man. Rakitisch. Dat is goed. Dit is goed. Wat zeg je? Nee, maar. Maak het dan ook! Mis ik hem. Kom op, man. Dit was tenminste weer even een goede actie. Wat ga je doen? Oké. Mooi balletje erop. Keep. Niks aan de hand. Die moet je winnen, toch, Don? Kom maar, nee, maar let op jongen, hij gaat erin zo. Ja, gaat erin. Wist ik. Heerlijk jongen, heerlijk verdedigd. Goed verdedigd, niks keeperbal. Mathieu! Oké, 1-1, hier, wist ik, 1-1. Kom op dan! Gewoon blijven bikkelen, blijf geloven. Het gaat allemaal slecht, jongens. Ook bij mij gaat het niet altijd van harte. Jullie kennen het allemaal wel van die fases dat je misschien gewoon even niet zo lekker in je spel zit. Maar toch, 1-1. Donny, afleggen. Oh, wat afleggen? Wij spelen zonder afleggen. Zag je die actie over de achterlijn? Dat is lucky. Het was geen... Niks daarvan, jongen. Ja, dat is mooi. Mooi. Oké, dankjewel. Je probeert me echt mentaal gek te maken. Eerlijk, jouw goal was ook lekker, maar je hebt sindsdien geen kans meer gehad. Wat is dit dan? Dit was Games met rechts? Ah, dat is echt heel erg. Ik train ze. Ja, train ze, die afstandsschotjes. Schotjes. Wint hij niet. Penalty. Niks. Je penalty. Je bent eigenlijk zo'n klein Barca-spelertje, wil jij gewoon. Binnen Piqué, geen gekke dingen doen. Nee, maar. Iniesta loopt door. Alsof ik die in de ruimte aan ga spelen, dacht het niet. Goed, nee, maar. Oh, twee man kwijt. En dan? Akka. Sowieso, en nog eentje kwijt. We hebben het spel weer gevonden. En Nouri is ineens stil hier naast me. Appie zegt geen woord meer. Lopen. Mathieu, je bent toch sterker? Oké.
Donny, even serieus. Oh, Donny, hoe kan Mathieu sneller zijn? Mathieu is een beest. Ik heb hem niet voor niks voor Mascherano erin gezet. Oeh, goeie voorzet, ik zeg eerlijk. Frustratie hier. Je weet het niet meer, hè? Wat, je weet het niet meer? Nee, het gaat goed. Wat is je analyse naar de eerste helft? Ik was zeker de betere partij. En ik vond dat ik had 2-3-0. Is goed, laten we maar snel door. Ik heb hier niks, maar dan ook niks op te antwoorden. Maar ik hou er wel van dat je een beetje vertrouwen in eigen kunnen hebt. Maar toch, ondanks dat het bij mij niet loopt zoals het zou moeten lopen, denk ik dat ik ga winnen. Messi, goede bal zeg! Alvallend, Neymar en dan lange hoek en moet ik... Dankjewel, Donny. Ik vind jou ook echt goed. Hey, hij is aardiger voor jou dan andersom, man. Bij hem zat jij een beetje te ouwehoeren. Nee, zo maak ik hem beter. Ah, oké. Je kent hem zo goed. Je weet gewoon, je moet hem een beetje gek maken. Lekker Iniesta. Nog een keer sterk. Uitstekend, jongen. Tuurlijk, Iniesta. Loop door. Tuurlijk. Messi. Naar zijn linker. Dit zou een wereldgoal zijn, maar naar vast. Appie, jongen. Je staat onder druk. Je voelt het zelf ook. Ja, Appie laat zich niet gek maken. Nee, tuurlijk niet. Kijk hier, ik bouw gewoon op. Alsof het niks is. Hup, sterk Benzema. Wat is dit dan? Ik gaf hem mee, maar hij liet niet. Oké. Mathieu, heerlijk. Daarom speelt hij. Daarom speelt hij. Alba, kom op, jongen. Iniesta meegeven, tuurlijk. Dit zijn aanvallen. Neymar, wegdraaien, tuurlijk. Neymar. Modric. Goed getikt. Kan niet anders zeggen. En dan. Ah. Dat was ook een soort afleggertje. Nee, dat was een voorzet. Oké, man. Goed, Neymar. Goed gekaatst. En door. En weer door. En weer door. Buitenom. Tuurlijk. Iniesta is weer mee. Iniesta 2. Wat is dit? Oh nee, joh, gek. Oh. Zo, is wat ultra verdedigend. Zeker. Ultra verdedigend? Hoezo, joh? Alles staat op jouw helft, man. Donny, kom maar, Donny. Jongen. Alles staat op jouw helft, man. 22 man op jouw helft. Wat ultra verdedigend. Hier, Ronaldo. Hey, nergens. Zeker niet. Zeker niks. Suarezje. Meegeven, tuurlijk. Rakitic. Oh. Hey, je bent gewoon een vieze counteraar, hè? Voor dat je het weet. Ronaldo. Goed, Dani Alves. Wat een bikkelaartje. Goed. En door. Kom op, dit moet eigenlijk gewoon raak zijn. 3-2. Luis, niet de snelste. Appa, ben je stil geworden? Nee, man. Busquets, die wil ik daar niet hebben. Busquets. Op wie? Rakitic, lange hoek? Die keeper, joh. Het is wel lastig, hè, voor me. Sowieso. Ik heb met iedereen lastig vandaag. Maar Appie speelt heel goed. Zeker weten. En dat is een goede voorzet. Ik zweet dan. Ja. Jij ook? Okay. Maar dat is wel eerlijk, dat is wel eerlijk. Nee. Nee, joh! Donnie. Heeft mijn keeper ook één keer één bal? Donnie! Eén keer één bal. Wat was dat dan? En? Vrije trap! Niks aan de hand. Heerlijk, dit gevoel. Die spanning. Huh? Of het gevoel dat, dat je ineens staat. Zeg maar. Ja. Nee, je loopt niet op tussen. Oh, mag gewoon niet. Het is gewoon amateuristisch. Spel? Holy fuck, Appie! Donny, wat een steekbal! Donny, dit was jouw steekbal, hè? Dit was jouw steekbal. Man. Wat een drama. Nee, dit voelt als 2-1, hoor. Had ik door. Kut, jongen. Wat speel ik toch lekker. Kom hem hier op. Ah. Donny, dat moest een goal zijn. Zie, maar ik ging niet afleggen, hè? Nee, dat klopt. Ik kon afleggen, maar dat doet niet. Dat is een beetje een gouden regel bij jullie, of wat? Ja. Los is een gouden regel. Wat is dit voor paas, Appie? Wat is dit voor geluk, Appie? Wat is dit voor fout, Koen? Fucking Mogol dat je er bent! Ja! Fucking Mogol! Ja! Afleggen, ik kan het afleggen! Het is zo fucking Mogol! Zo fucking begon. Ja, nee, laat maar, joh. Het is zo slecht. Donny, die aflegger is er helemaal verzonnen. Jongen. Maakt niet uit. Donny, zeg nog eens een gouden regel. Staat ook op camera.
Even kijken. Hoe lang nog? Nee, gewoon 1 seconde. Dat is de laatste minuut. Ik ben naar huis. Jullie mogen allemaal tegen mij spelen. Fuck, man. Ap, jongen. Hoe is het, jongen? Niet zo goed. Het was niet onverdiend gewoon. Het was een spannende pot en je was niet slechter. Dus je hebt het helemaal verdiend. Je hebt goed gespeeld. Dankjewel. Maar ik vond dat dit echt het moment was om tegen jou te spelen. Zwarte dag uit mijn leven. Ik denk, als ik nog een keer speel, krijg ik een jantje. Maar daarom begin ik niet aan nog een pot. Zieke goal trouwens, die eerste. Het was de mooiste goal van de dag. Ik heb echt... Ik ga jullie denk ik over een paar maanden nog maar allemaal uitnodigen. Och. Appie, jongen, wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Ik sta klaar wie tegen mij een potje FIFA wil spelen. Krijg je veel te veel berichten, hè? Dan weet je het vast. Ik wil in ieder geval wel dat Donnie altijd bij mij is, want zijn steun is niet normaal. Ja, jullie zijn wel echt broeders. Dat afleggen, dat voel ik echt. Dat hadden we gewoon net verzonnen. Nee, die hoor ik wel vaker. Dus oprecht, zeggen mensen zo. Ik speel niet zo. Maakt niet uit, maar, ja, maar dat is wel vaker dat mensen zeggen van afleggen dat is vies, dat mag je niet doen. Maar maakt niet uit. Donnie zei dat de gouden regen was. Ja. Ja. Ik bemoeide er niet mee, ik maak te veel filmpjes voor jullie, jongens. Ik moet gewoon weer lekker gaan spelen en oefenen en weer goed worden. Of gewoon niet meer tegen Appie spelen. Gefeliciteerd nogmaals. Nee. Top, man. We doen nog een keertje rematch ooit. Komt goed. Dankjewel, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk alsnog op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik zeg ciao.